Oudegracht, waar ik een bezoek ga brengen aan een nieuwe deelnemster van de Master of Luxury dit jaar. De van oorsprong Braziliaanse Bianca Ruiz in haar galerie De Kunstsalon. Wij staan hier in jouw galerie en deze heb je 11 jaar geleden overgenomen. Kan je mij iets vertellen over de verschillende werken die je hier hebt hangen? Nou, De Kunstsalon is wel een figuratief galerie van hedendaagse kunst. Maar daarbij probeer ik een mix te doen van hele moderne werk, maar ook wat traditionele werk. Ik vind juist de mix vind ik heel erg spannend. En hoe komen de verschillende kunstwerken hier terecht? Is net als een nieuwe liefde zoeken. Ja. Je wil eigenlijk verliefd worden op een kunstwerk. En soms werkt dat heel goed. Alleen kom je dan bij de kunstenaar en je bent eigenlijk maar op één werk verliefd. En dan is het niet voldoende. Je wil verliefd zijn op een werk en dan kom je bij het atelier van de kunstenaar. En dan wil je nog 20 andere liefdes vinden. Dit jaar sta je voor het eerst op de Master of Luxury. Klopt. Hoe ga je uitpakken daar? Nou, ik heb heel veel zin in. Ik vind het ook best spannend. Want normaal gesproken doen we mee aan alleen kunstbeurzen. En dit is eigenlijk een aparte beurs. Ik wil in mijn stand de beste beelden naar voren brengen van de galerie. Dat mensen die niet per se de galerie, niet in de galerie zouden binnenlopen, daar denken, hey, dat spreekt me aan, dat raakt me, hoe werkt dat? En wil ik hebben en wil ik proberen? Dus dat is wat ik eigenlijk wil doen. Wij gaan straks naar een klant van jou toe om wat werk te brengen. Hoe is dat tot stand gekomen? Nou, ik werk heel vaak met een interieurontwerper en dit zijn klanten van hem. Maar een van de services dat wij bieden hier is als mensen net klaar met een grote verbouwing zijn of net aan toe zijn aan een verandering, kunnen ze hier in de galerie voor een kleine selectie komen. En daarna kom ik persoonlijk bij ze thuis om te zien wat het mooiste staat. Thomas, kan jij mij iets vertellen over de samenwerking die jij hebt met Bianca? Ik richt particulieren in. En die hebben allemaal hele mooie grote huizen. Maar veel mensen zitten nog niet heel erg in de kunst. Dus dat bied ik eigenlijk aan in mijn werk. Waarom vind jij dat kunst in ieder huis aanwezig moet zijn? Kunst verpersoonlijkt echt de emoties bijna van degene die er wonen. Dat is het allersterkste aan kunst in een interieur.